Wat is jullie vereiste? Wat vroeg jullie van Kalf Afrika en al die mijnen die wil? Ons wil graag wegkomen van een gefragmenteerde benadering. En ons wil graag hee dat daar een geïntegreerde analyse van jullie teikengebied gedoen moet word. Dat die effect van mijnbouw oor die hele periode wat het beplan word, geanalyseerd wordt. En dat ons in staat gesteld wordt om op grond daarvan dan een gelichte besluit te kunnen nemen. Ja. En daar is blijkbaar nog ander mijngroepen wat aansoek doen in diezelfde gebieden. Hoe veel die gebieden met elkaar? Ja, dat is nogal verstommend voor ons. Ons is nou niet bestuurders van hierdie proces nie, maar dit komt voor mij voor, bevestigd door ons rechtsvertegenwoordiger, dat daar prospecteer aansoeken op diezelfde eiendomme door twee verschillende mijnen goedgekeurd is, of aanvaard is door die departement. Is dit nou departement Mineraal en plaaslike in Limpopo? In Limpopo, hulle streekkantoor. Hulle streekkantoor, ja. Ja. Ek denk die plaas Setapu is een specifieke voorbeeld af. Ja. Waar is die plaas? Waterpoort? Bij Waterpoort, dus aangrenzend aan die plaas Waterpoort. Van een boerderij op die plaats Waterpoort, Setapu, nabij die plek met die naam van Waterpoort, takelijk met tematies. So nou en dan doen ons ook ander gewassen, maar dat is meestal op een proefnemingsbasis. Precies wat om Jack net sê, dus hy gaat gegrauw word. Hierdie goed is allemaal geïnterconnect volgens ons, volgens wat ons weet. Gaan die reënval van ons dan nie melk nie, want die water gaan iewers heen drein. Dat is ons groot probleem. En dan gaan die ouse boorgate begin opgee. Dis ons groot probleem. En dan, na die ekonomiese kant toe weer, wil ek net sê vir die, ons staan nou by 2030. Wat van die volgende, die myn gaan 40 jaar, en die vraag of landbouw en mynbouw saam kan bestaan, denk ek het is een nie situasie. Vooral nie vir wat in hierdie gebied moet gebeur, dalk met veeboerdery, maar vir die belangrikste voedselsekerheid wat in die toekomst moet kom van hierdie gebied af, geloof ek nie. En wat van die volgende 100, 200, 300 jaar wat moet kom? Wat gaan dan gebeur? As hier nie meer landbouwproduksie, gewasproduksie kan plaas. Dat is ons groot bekommernis. Ek denk die vraag is bietjie meer as dit. Die vraag is dit die rechte plek hier om elektriciteit op te wek? Is steenkool die rechte antwoord? Want kom ek vraag so. Ek weet is moontlik om een hydrokrachtcentrale te bou langs die Congo rivier wat die hele Suidelike Afrika van kracht kan voorsien. Hoekom is ons politici bezig om weg te skram daarvan? En is hulle bezig om ad hoc steenkoolmyne te ontwikkel, terwyl ons die skoonste kracht in die wêreld van die Congo rivier af kan kry? Goedkoper oor hoe lang tyd. En hulle toch iets daar studies gedoen om koste-analyses te doen nie. En goedkoper oor hoe lang tyd. As jy sê, oké, binnen die volgende 10 jaar, ja sure, dit gaan meer kos, dit gaan 10 jaar vat om die schema te bou. Maar as jy dit meet oor 50 jaar, as jy dit meet oor 100 jaar. Maar ongelukkig in politici kort en lang. Ja, jy gaan een verskoning, want wat is die percentage van die steenkool wat in Suid-Afrika gebruik? Om die kragstasie in die gang te hou. Daar is geen rede om hier te kom krap nie. Hierdie rivier besoedel word, hy gaan besoedel word, met hulle propo. Nee, hierdie sand gaan te bou, ja. Hulle gaan myn 700 meter nie vanaf. Nou, dat is geen manier in 100 jaar hoe jy daai oorvloed water of wat ek al kan keer om hier af te doen. Hierdie is groot, wat sy tribute hier nog gekon sy. Sy tak van die Limpopo. Hulle, ek ook nie eens af van gepraat nie, hulle boer ook laar in die Limpopo rivier waar hulle tomaties net so goed is. Sy pa wou niks van my geweet het, en sy koop hier grond, want is beter as wat hulle boer. Dit is another story. Dit is een waar story. Maar as hierdie water die Limpopo besoedel, dan is daai hele gebied gone. Want baie van daai goed word uitgevoer, daar citrus, al daai type goed. Dan stop die hele bus. Ja. Verstaan? So, it's not only Waterpoort. Dit is hierdie hele watersysteem wat hier het ek nou in hulle ding, en vir my is hierdie die hele kern van die ding.